Vandaag komen we hier allen samen aan het monument van de tweede gidsen voor de viering van 100 jaar bevrijding van Maldegem, die door dit regiment werd verder gezet. De foto's van toen getuigen van een uitzinnige vreugde en dankbaarheid voor de vrede die onze inwoners terug konden proeven na lange en moeilijke jaren. Maar de prijs voor de vrede was hoog. De bittere strijd eiste veel slachtoffers. Daarom komen we hier vandaag ook samen om de herdenking van de vele jonge mensen die 100 jaar terug hier hun leven verloren. Nauwelijks een drietal weken voor de uiteindelijke wapenstilstand. Hen vergeten is een belediging van het verleden en een bedreiging voor de toekomst. Wijze woorden van koning Albert I. Vandaag niet alleen herdenken, maar ook feestvreugde. Omwille van de bevrijding en de daaropvolgende vrede. Een kostbaar goed waar we hopelijk allen samen nog decennia lang kunnen van genieten. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we de kinderen en de jongeren betrekken bij de jaarlijkse plechtigheden. Zij zijn de link tussen het verleden en het heden. De link ook naar een vredevolle toekomst. Ik wens te eindigen met een bijzonder woord van dank aan allen die hier vandaag betrokken waren bij de organisatie van de plechtigheden rond deze belangrijke verjaardag. Uw talrijke aanwezigheid bewijst dat u die inspanning apprecieert. Ik dank u. Mevrouw de burgemeester, meneer de vertegenwoordiger van de heer minister van Defensie, meneer de commissaris-generaal, dames en heren van het college, geachte leden van de gemeenteraad, geachte inwoners van Maldegem, beste collega's van het 1e en 2e regiment Gidsen, dit om sterk te staan voor de vredesonderhandelingen. Men sprak nog niet over vrede, maar wel over een tijdelijke wapenstilstand. En plots krijgt deze plek, hier en nu, in de Gidsenlaan, iets vreemds. Ze wil me iets tonen. Deze plek. Ze zegt iets. Dat het Maldegem van hier en nu niet zo vanzelfsprekend is. Dat er achter ons verhaal van vandaag nog een ander verhaal schuilgaat. Deze plek zegt, draag zorg voor de vrede. En dat kunnen wij. De vrede begint op onze school, wanneer wij in de leerlingenraad overleggen om samen kleine problemen op te lossen. Wanneer wij in werkgroepen nadenken hoe we mensen in nood kunnen helpen. Wanneer we ons informeren over de wereld rondom ons. En democratisch leren debatteren. Wanneer we vreemde talen leren om anderen beter te begrijpen. Wanneer we feiten van leugens leren onderscheiden. Of gewoon zorgen dat in onze klas niemand uit de boot valt. Nadenken over de geschiedenis is nadenken over vandaag. We willen dankbaar zorg dragen voor de vrede die we zomaar krijgen. En ze doorgeven aan hen die steeds opnieuw samen zullen komen om te luisteren naar het verhaal van deze plek. Brigadier Wiebeel, Broeijs, Kruisaard, De Loze, Goossens, Istas, Labbe, Maskena, Makwa, Nanjo, Rijbroek, Sannen, Timmers, Van Belle en Van Duin. En de zoveel andere gesneuvelden van het 1e en 2e regiment Gidsen, welke tijdens de 1e en 2e Wereldoorlog voor onze vrijheid gevallen zijn.